Naomi Hoefer zwaait vanaf vandaag officieel de scepter als voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Bij de bestuursverkiezingen woensdagavond is het bestuur onder leiding van Hoefer bij enkele kandidaatstelling gekozen. Het nieuwe bestuur neemt de leiding van de journalistenvereniging over van het afgetreden bestuur. Dat werd geleid door Wish Mohani Thomas. Achterinnen de voorzitter heeft zich naar vermogen ingezet met de weinige en schaarse middelen die de organisatie ter beschikking heeft gehad. Heeft ze zich ingezet en we gaan de weg die zij heeft ingezet verder vervolgen. We zullen niet zeggen dat we het beter zullen doen, maar we zullen trekken en waar nodig zaken anders aanpakken, zodat de geloofwaardigheid van de organisatie weer beter wordt of hersteld wordt. Journalisten moeten de gelegenheid krijgen om hun werk vrijelijk te doen en naar behoren. En daarvoor zal de organisatie, zoals de SW zich altijd daarvoor heeft ingezet, en daarvoor zullen we blijven waken dat er niet getornd wordt aan de persvrijheid in Suriname. Hoefer onderstreept dat met de komende verkiezingen erop gelet zal worden dat correct wordt omgegaan met de journalisten, zodat zij hun werk ook correct kunnen uitvoeren. Journalisten, ze zijn aangesloten bij een mediahuis, dus vanuit hun medium krijgen ze ook instructies. En als SVJ, als de waakhond binnen de journalistiek, zullen ook onze leden instrueren van hoe ze zich zouden moeten gedragen in het veld. Dus dat ze waakzaam moeten zijn ten aanzien van het aannemen van giften en dat soort van dingen. Dus er zijn altijd instructies vanuit de SVJ hoe onze leden zich zouden moeten gedragen. We zullen gaan werken aan het actief maken van onze leden, want we merken dat onze leden een beetje inactief zijn, dus we zullen daaraan gaan trekken. We zullen veel meer vergaderen, we hebben nu de technologie, al kunnen we niet fysiek bijeenkomen, zullen we dat online doen. Dus we moeten meer bijeenkomsten hebben, waardoor er de geloofwaardigheid van de organisatie weer tot uiting komt. Met Hoefer zijn verder gekozen Elvira Rijsdijk, Eliezer Pros, Shishma Bisisser en René Gompers. Conform het huishoudelijk reglement zullen de functies worden ingevuld en zal het bestuur zich aanvullen naar maximaal 7 leden.